Estefana Polman, er komt veel op jullie af de afgelopen dagen. Hoe ervaar jij dat? Ja, superleuk. We hebben de handbal ook goed op de kaart gezet. Alle media dat nu komt. Ja, dat is prachtig. Daar doe je het ook voor. Maar goed, we hebben het ook met z'n allen over gehad. Dat dit geen afleiding moet zijn. We hebben nog steeds hetzelfde doel. We zijn nog steeds dezelfde meiden. Een beetje meer druk van buitenaf is oké. Daar kunnen we wel aan, denk ik. Want leidt het wel een klein beetje af? Nou, het is veel. Op dit moment vind ik niet. Het moet wel over sport blijven gaan. Daar zijn we uiteindelijk mee bezig. Dus het is leuk ook dat het in de publiciteit komt. Ik bedoel, dat hebben we heel lang niet gehad. Dat hebben we nu wel. Ja, dat is natuurlijk top. De opmaat voor het OKT, de voorbereiding voor het OKT, begint hier in Arnhem. Dat is toch altijd wel weer leuk voor jou, dicht bij huis? Heerlijk. Thuis, hè? Lekker in mijn eigen stad. Ja, dat is altijd lekker. Vanavond gaan we naar Papendal, hebben de meeste meiden ook gewoond. Even lekker trainen en dan op naar het OKT. Ik denk dat we er bijna helemaal klaar voor zijn. Bijna? Ja, we hebben nog wat trainingen voor de laatste punch op die. En dan zijn we er klaar voor. En dan zeg ik, boek dat ticket naar Rio maar. Ja, want jullie zijn er wel van overtuigd, hè? Danique Snelder zei zojuist, jullie aanvoerster op de persconferentie, wij gaan naar Metz toe om dat ticket op te halen. Ja, we hebben gewoon een supergoeie ploeg. Als wij spelen zoals we kunnen, ja, dan moeten wij dat gewoon halen. We krijgen zo'n kans nooit meer, dus we moeten het gewoon doen. Ik bedoel, we kunnen het ook. Ja, we hebben er gewoon super veel zin in. Zaterdag speelden jullie tegen Spanje. De eerste helft was daar absoluut niet goed. Het ging om EK-kwalificatie. Is dat dan ook een soort wake-up call? Is het goed dat dat misschien achteraf, nu je hier staat, gebeurd is? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je even weer met beide beentjes op de grond wordt gezet. En dat het niet allemaal vanzelf gaat. Weet je? Je denkt natuurlijk, oh, als we deze ook met 10 hadden gewonnen. Nu gebeurt dat niet tegen Frankrijk. Weet je? Nu denk je, hey, we moeten er gewoon staan vanaf minuut 1. Want anders dan, staan we straks met 10 achter. Ja, dus ik denk dat het wel goed is geweest. Uiteindelijk speel je een supergoede wedstrijd op woensdag. Ja, we wisten dat het zaterdag zwaarder zou worden. Maar goed, ik denk dat het goed was geweest dat het nu gebeurde. In plaats van dat het vrijdag gebeurt. Ja, vrijdag is Frankrijk, de eerste wedstrijd. In een pool van 4, de 2 beste landen die gaan naar Rio. In hoeverre is dat prettig dat je direct de moeilijkste tegenstander treft? Ja, daar ben je er maar gelijk klaar mee. Weet je, je moet ze toch spelen. Ja, of het nou de eerste wedstrijd of de laatste wedstrijd, ja, daar ben je er maar gelijk klaar mee. Ik vind het wel leuk. Lekker thuisland, er zullen veel mensen zitten. Nou, laat maar komen. We zijn er echt wel klaar voor. Want Japan en Tunesië, dat zijn ploegen, landen, moet je verslaan. Jullie hebben toch een andere status gekregen door het zilver op het WK in december, hè? Ja, dat klopt. Maar goed, Japan onderschat ze niet. Dat zijn kleine, snelle speelsers. Dat speelt handbal op ander niveau. Dat speelt handbal op heel... Ja, niet als wij dat in Europa zijn gewend. Dus dat is wel... het wordt lastig. Het is niet zomaar dat we die zomaar winnen. Maar goed, op papier moeten we die gewoon verslaan. En ja, moeten we daar gewoon eerste worden in die pool. Veel mensen in Gelderland willen misschien toch ook wel even weten hoe het met jouw hart op dit moment is. Je werd ineens geconfronteerd met de hartritmestoornis een aantal weken geleden bij jouw ploeg Esbjerg in Denemarken. Vertel eens hoe het met je gaat. Volgens mij goed, hè, maar... Ik sta er nog, ik sta hier. Nee, het gaat goed. Alles is onder controle. Ik heb het al wat langer, dus ik weet wat het is. We zijn nog wel onderzoek aan het doen. En hopen dat ze uiteindelijk er wat voor me kunnen betekenen en dat het niet meer komt. Maar goed, uiteindelijk, het is niet levensgevaarlijk. Ik kan gewoon doen wat ik doe. Dus geen zorgen, alles is goed. Je neemt het niet mee de vloer op, het houdt je niet bezig? Nee, helemaal niet. Nee.